Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag hebben wij voor u in focus. Medische studenten reizen af naar Servië, RKZ tekent overeenkomst met Self-Reliance, brand bij het bedevaartsoord de weg naar zee en regering pakt problematiek gemeenschapsbossen aan. Zoals het intussen bekend is er brand uitgebroken bij het bedevaartsoord de weg naar zee. Er is veel schade als gevolg van deze brand. Gelukkig zijn de beelden op deze locatie niet verloren gegaan. Vice-president Michael Ashwin Adin is zich in de vroege ochtend van maandag 18 maart op locatie gaan oriënteren. Het terrein daar, het gebied, is helemaal bekend. Maar persoonlijk ben ik natuurlijk daar vanaf mijn jonge jaren al. Er zijn ook familie natuurlijk daar. Maar we hebben georiënteerd. Ik ben jaren daar al betrokken, ook voordat ik ook minister werd en zo. We zijn jaren daar betrokken geweest, ook met de bouw en zo. Oh, je bent vanmorgen geweest? Ja, vanmorgen geweest nog. Weer snel. En natuurlijk, het gebied was veel meer in zee. Maar we hebben mensen aangesproken, gerustgesteld. Aangegeven dat wij uit onze zijde natuurlijk de zaak gaan opruimen. Zodra de politie het onderzoek al afgerond heeft, het forensisch onderzoek. Dan gaan wij de zaak geheel opruimen. De ondernemers hebben ook gezegd, we komen in. We gaan de zaak herstellen. Laten we iets duurzamers neerzetten. We hebben de zaak al helemaal uitgezet in een tijdlijn. De mensen zijn gerustgesteld. Voor het moment is het belangrijk dat we de mensen opvangen. Ze hebben aangegeven dat het wel een huisvesting is, maar we komen in met middelen. Je moet voorstellen dat er heel wat mensen daar opgevangen waren. Dus opvangcentrum voor een oudjes ook. En zo. Dus al die mensen moeten wat voeding betreft, wat transport. We zijn daar ook in gekomen. En dat we de mensen tijdelijk daar opvangen, dat we de zaak helemaal normaliseren en herstellen. Het is nogal pijnlijk dat dit zich voltrekt een paar dagen voor het Holyfeest. Ja, ik begreep het. Ik begreep dat een ongeluk was dit of een voorval heb je niet in de hand. En wij moeten alleen zo snel mogelijk als gemeenschap kunnen inspringen. Maar weet, dat doen we altijd als regering. We zijn heel snel met dat soort dingen. En de mensen zijn natuurlijk ook snel om aan te geven van ze zitten in problemen. Dus we hebben vanaf gisteravond ook al een bericht ontvangen. En vanmorgen al de oriëntatie gedaan en de gehele planning uitgezet. De mensen zijn daardoor gerustgesteld aan de ene kant. Maar de dagelijkse zaken moeten we monitoren dat men niet iets tekort heeft. De gemeenschap natuurlijk, die gaat vaak daar. We weten dat het een plek is waar mensen naartoe gaan. Het is langs het water. En doet ze religieuze zaken. En dat is even nou, zou je kunnen zeggen, ongeluk is wat moeilijker. De voorkant kan dan nog eventjes begeven. Maar voor die mensen natuurlijk is het ook een kleine schok. Dat men dus daar, als men nu gaat bijvoorbeeld, het geheel daar verwoest zit aan de achterkant. De voorkant moet nog even gebruik maken, maar ik denk dat hij er bijna daar tijdelijk even gaat afleiden. De gang naar achteren kan nog. Dus men heeft nog even ruimte. Wij moeten alleen zo snel terugwerken om de zaak weer te normaliseren en iets mooiers en duurzamers daar neer te zetten. Oké, dus het komt erop neer, u bent er geweest om zich te oriënteren. En sowieso dat er verdere hulp en begeleiding voor de mensen op gang zal komen na dit bezoek. Helemaal, we zijn geweest. De politie heeft werk gedaan, de brandweer heeft werk gedaan. We hebben ons georiënteerd. De mensen zijn ingesprongen om de mensen te helpen. Wij als regering, maar ook andere ondernemers hebben gezegd ze willen ondersteunen. En het ziet er goed uit dat de zaak zo snel mogelijk naar normale gang van zaken kunnen overgaan. Zo.
Wafding problema san a regering onder de tiri voor Masra deze bouterse mit nanga ing di den tri an na ini abus kondre voor Sranang na atori voor den gemeenschap bos. Aha kafe tori hout ka vergunning wan her juku juku be edena in den dorpo voor atori disi. A regering chari wan lusukon in ator dati pe juku juku no de somoro. A ministerie san abi afrantoortu fu set apistori disi na a ministerie fu regionale ontwikkeling pe Masra Edgar Dikan de a minister. We snap nou na mofodoro fu a ministerie disi omdat wo apuan taki na nga minister Edgar Dikan fu minister kan taigi a gemeenschap fa a regering cha lusukong na ini apistori disi. Tekwang grasi watra en sdong luku en arki apistori dis bung fu yu ook tu kan sabi fa yura kering euroko na ini bus kondre. A deso tru taki atori fu a gemeenschap bos di ukong na tapa ministeri in 2015 ta inderdaad ya ibe abu alo presi sambe abjugu jugu sana gemeenschap bos. Gemeenschap bos ane takeng ba na gi uno gi alasma fu a dorpu. En enkele granlanti takiere den gudu sande in na omgeving teken ik kan mek gebruik fin lek i gemeenschap lek dorpu fu giwan start na yu ontwikkeling fu fin eigenlijk financiering fu kan do bepaalde ontwikkelingsprojecten sa yu wan do en eigenlijk fu chari a dorpu a gemeenschap versneld in ontwikkeling dat ip sa. Maar dan ook een shitaki a gemeenschap bos eigenlijk. Be kontrong in plaats voor a bron tot ontwikkeling, a bron voor saamhorigheid, a bron voor samenwerken. A betron juist na bepaalde presie, bim takin kri want anu ala presie, a be de a bron voor conflict. U lukatori kon, u gwe ina veld, u tak nanga desma, en ook een shitaki eigenlijk amoro bigisan sabe chara sani na tak transparansi no bende a participasi fu a totale gemeenschap no bende en ook tu a richting a besluitvorming fu te medele koinsei saip sangen pamus de pamus tang ube shitaka sanat ook tu be late te wensen over so ukon bijin mek beleid tapping. Ugo vergaderen na adesma, u leggen uit en u sorry so terecht toe bij wango. En u contacten na dia, dan u kon abi inderdaad wan verdeelsleutel, u kon abu wan moro tranga overeenkomst, de overeenkomst bij rammel van alle kanten. Pe aan de ene kant die bij ab soms wan ondernemer nang wan batterij aan juristen, advocaten, met wan overeenkomst, deze man schrijft nog sapsarin beteken. Nu we scannen overeenkomst en we looken taki a gemeenschap no de benadeel. A transparantie de, a stukje verantwoording de, en ook toe a beleid kon voorspelbaar en a transparant. Wan of den sani bijvoorbeeld, u tak 70% voor de inkomsten, de verplicht voor wende aan voor ontwikkelingsprojecten. U liep wan deelgi a commissie en ook toe wan deelgi a traditioneel gezag. Dus zo ator kon city a trasan sam psatu en dat boom valk no na apisi voor a instelling voor a dorpsfonds. Dus ala dorpu no de, of in wan partner na in wan bank, sa eje pu no tap apistori dati pe wan aantal dorpu ba, we de ma ap de egi fondsu. Dan a kotak den fonds voor a dorp na fugo stort moro in a districts fonds. Want ook to dat bechari tjin jugu soms johari yo trusu. Dus daarom mek je shitaki over het algemeen no wan rust dit op a front dati. En we go moro fara fu ontwikkel a pis beleid disi. Moro fara scherpe aan. En no de ook to euroko na wan handleiding beheer. Gemeenschap bossen, lekker een soort van mijn tijd, een soort wetboek, een soort bijbel, ja, voor gemeenschap bossen,
waardoor ook toe het beleid drape om moro transparant baka en met hoe takite luku dat je begint in vruchten na bepaalde presik bij een aantal presik bijna heeft mijn karki jara hij begint reëel langer maar want toe presi toch even op tak dene bezig zet sani uit de inkomsten voor gemeenschap bos en if je gaat naar taki bijvoorbeeld haar café gemeenschap bos de zaad de een aantal tinkba dan nou we zien tastbare resultaten if we look naar Benasto if we look sa jou jou we doen if we look sa tot die kamp we doen if we look sa de presile ki brons wegdrapen et doe dan tak ja hoe de tapa goede weg en we gaan morgen fara naar een APCDC voor cha ontwikkeling kon Guinness maar verkrijgen uit de middel van de natuurlijke hulpbronnen. Vi lukusang de presile ki bigi poika sabe lehwan pisi sambe de instaat fu sorgu taki alapching kisi skoro en skoro sani bekan bai numar op dan udenki taki ya inderdaad no a gemeenschap bos a instrument san lantigi sa gran lantigi den gemeenschap a bigi werpa in vruchte ya. De regering doet er alles aan om zoveel als mogelijk studiemogelijkheden te bieden aan studenten die buiten Suriname verder willen met hun studie. Zo zal een groep medische studenten op woensdag 20 maart afreizen naar Servië voor verdere specialisatie op medisch gebied. Op het ministerie van Volksgezondheid heeft minister Elias de studenten toegesproken, bemoedigd en alle succes toegewenst. Minister, wat kunt u ons vertellen over de studenten die een opleiding tegemoet gaan in Servië? Nou, ze gaan een opleiding tot arts tegemoet. Ik mag u zeggen, we hadden beurzen van Servië. Via buitenlandse zaken zijn we te weten gekomen. We zijn er achteraan gaan zitten. Ik mag u zeggen, met mijn onderdirecteur en de studenten en de oudersverzorgers zijn we al ruim 6 maanden bezig. Het is eindelijk zover. Ik mag u zeggen, een opluchting voor het ministerie. Ze vertrekken aanstaande donderdag via Amsterdam naar Servië. Ze gaan hun artsopleiding daar doen. En ik mag u zeggen, we zijn de Servische regering heel dankbaar daarvoor. We zijn degene die er vertrouwen in hadden. Onder andere de minister van Buitenlandse Zaken, mijn collega Polak, zijn we ook heel dankbaar. Eindelijk gelukt, om u eerlijk te zijn, we hadden bijna de hoed opgegeven, maar we hebben doorgedramd en het is zover. Servië heeft alle 15 geaccepteerd en we zijn blij dat 15 jonge Surinamers de kans krijgen om helemaal in Servië een artsenopleiding te gaan volgen, zodat wij over pakweg 5, max 6 jaar jonge Surinamers terug hebben met een gedegen Europese opleiding. En hoe maken die Surinamers het die momenteel ook via een beurs in andere landen zitten om klaargestoomd te worden op het gebied van gezondheidszorg? Nou, voor zover ik weet, gaat het goed. Gaat het goed. We hebben voornamelijk op Cuba studenten die voor een artsenstudie daar zijn. En die maken het redelijk goed. We hebben geen klachten. En als er klachten zijn, zijn wij van het ministerie altijd ready om met collega Pusa deze studenten verder te begeleiden. En is er een update met betrekking tot actuele zaken, uw ministerie rakende? Het ministerie over het algemeen. Morgen zijn we op Brokopondo. Dan hebben we opening van een SZF-filiaal samen met collega van Handel en Industrie. Dat is kostenbesparend. 2 ministeries, 1 gebouw die we samen delen, samen bekostigen. We gaan daar ook een printer plaatsen, maar ook een SZF-kantoor. Want u begrijpt, als
mensen helemaal uit Brokkebonden komen om hun zaken hier te doen, is het voor hun een hele hap geld, een hele hoop geld. En deze regering wil ook niet alleen alles in Paramaribo geconcentreerd hebben, we willen ook de zaken buiten Paramaribo hebben. Wij zijn een regering die landelijk overal ook voor de bevolking wil hebben. Ook al ben je in het verre binnenland of niet te ver in het binnenland. En dan gaan we morgenochtend ook nog een activiteit hebben. Ons nationaal strategisch plan. Volgende week zijn we op Apura en in het Wayombo-gebied. Al met al, het ministerie gaat rustig voort met een verhoogde snelheid. Gaan wij rustig onze zaken die wij voor ogen hebben realiseren. Wij gaan het regeringsbeleid uitstralen. En we gaan voor een nog hoger ladder binnen de gezondheidssector. Kijkers, vanaf 1 maart 2019 kunnen mensen die verzekerd zijn bij de Self-Reliance gebruik maken van de spoedpost van het Rooms-Katholiek Ziekenhuis, RKZ. Dit omdat dit ziekenhuis een samenwerking heeft met de Self-Reliance. We hebben in verband daarmee een vraaggesprek met dokter Ashna Bisnat. Wij nodigen u uit om te kijken en te luisteren hiernaar. De samenwerking met de Self-Reliance, eigenlijk de PZS, en houdt in dat de patiënten die verzekerd zijn bij Self-Reliance, of die beschikken over een PZS-verzekeringspasje, mogen vanaf 6 uur 's middags tot 11 uur in de avond door de week aanmelden voor acute zorg. Ze mogen dat ook in de weekenden en op nationale feestdagen vanaf 7 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. Oké, en het is een samenwerking met de Self-Reliance. Mogen andere mensen die verzekerd zijn bij andere maatschappijen ook gebruik maken van de spoedpost? Ja, natuurlijk. Iedereen mag gebruik maken van de spoedpost. We hebben ook een samenwerking met ASPAS. Bij hun gelden ook dezelfde aanmeldingstijden voor acute zorg. Maar degenen die niet ASPAS of niet PZS verzekerd zijn, mogen allemaal ook aanmelden voor medische behandeling op de spoedpost van het Sint-Vincentius ziekenhuis. Voor welke behandeling zijn de patiënten of zijn de mensen allemaal hier zo terecht bij de spoedpost? De spoedpost, voor elke klacht die u heeft, mag u aanmelden op de spoedpost. Als de behandeling gaat plaatsvinden of op de spoedpost zelf, is afhankelijk van de klacht. Er kan ook besloten worden door de arts die op dat moment in dienst is, om de patiënt over te plaatsen naar een ander ziekenhuis. Maar het is allemaal afhankelijk van de klacht waarmee de patiënt zich aanmeldt. De mensen, de patiënten die niet verzekerd zijn bij een verzekeringsmaatschappij, krijgen ze dezelfde behandeling? En of wat is het verschil tussen deze patiënten? Als de mensen nou verzekerd zijn of niet verzekerd zijn, de behandeling blijft hetzelfde. Maar degenen die dus niet verzekerd zijn, die komen dus zelf in voor het financiële. Hoe ziet de nazorg uit? Als iemand hier komt op de spoedpost, die wordt behandeld. Ik neem aan, de patiënten hebben vaak genoeg nazorg nodig. Hoe gebeurt dat allemaal? Hangt ook allemaal van de klacht aan. Als we maar een voorbeeld moeten aanhalen, de patiënt meldt aan en de patiënt wordt uiteindelijk eigenlijk een opname. Dan vindt de opname plaats in dit ziekenhuis en het ziekenhuis neemt de nazorg over. Natuurlijk zijn er ook patiënten die ervoor kiezen, dus die niet opgenomen hoeven te worden, maar wel ervoor kiezen dat de nazorg plaatsvindt via de spoedpost zelf. Bijvoorbeeld als ze een wondje hebben en ze willen graag de behandeling van de wond laten plaatsvinden via de spoedpost, dan doen ze dat ook. Maar het is allemaal afhankelijk van de keuze van de patiënt. Om even terug te komen naar de samenwerking met de Self-Reliance. Deze samenwerking, is het alleen maar voor de spoedpost of is het voor het geheel ziekenhuis?
is voor het heel ziekenhuis. Als zo'n patiënt aanmeldt en er worden bijvoorbeeld laboratoriumonderzoekingen gedaan of röntgenonderzoekingen, werkt het ziekenhuis mee hierbij. De patiënt heeft, er zijn helemaal geen kosten daaraan verbonden voor de patiënt. Vloeit er een opname uit, uit zo'n aanmelding, is dat ook volledig kosteloos. Wat betekent zo'n samenwerking, zo'n uitbreiding voor de totale zorg in Suriname? Het is een hele belangrijke overeenkomst die eigenlijk de Self-Reliance heeft gesloten met deze post. Het zorgt ervoor dat de toegankelijkheid eigenlijk naar de acute zorg toe een beetje verbreed is voor deze mensen, aangezien het kosteloos gebeurt. Is het de bedoeling om met andere verzekeringsmaatschappijen waarmee jullie nog geen samenwerking hebben om daar een samenwerking mee te sluiten? Ja, we streven ernaar om eigenlijk met elke verzekeringsmaatschappij een samenwerking aan te gaan. Dat is sowieso beter voor elke cliënt die zich aanmeldt. Want als we geen overeenkomst hebben met de verzekeringsmaatschappijen, moeten de patiënten zelf betalen. Hebt u nog een boodschap aan de Surinaamse samenleving, de mensen die nog geen gebruik maken van de spoedpost, alhoewel we het niet hopen dat mensen er gebruik van hoeven te maken, maar als het zo is, hebt u dan een boodschap voor hen? Ja, ik zou zeggen, indien er acute zorg nodig is, en voor mensen die gebruik willen maken van deze post, zijn ze meer dan welkom. Er zijn artsen, er zijn specialisten, er zijn verpleegkundigen. Er is een lab die eenmaal 24 uur functioneert. Er is een röntgenafdeling. Er is opnamemogelijkheid. Er is een ambulance die indien er overplaatsing nodig is naar een ander ziekenhuis, ook helemaal klaar staat. Dat was het dan weer voor deze aflevering van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goeiedag.